Hey guys, welkom terug bij deze video en welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Saartje en ik heb vandaag weer een kringloop shoplog voor verandering voor jullie. Het was alweer een tijdje geleden, een maand of zo, maar hey, lang genoeg. Ik heb weer wat kleding geshopt en het leek me leuk om hier een shoplog van te maken, want ja, het zijn best wel wat items, of dat is best wel wat. Het zijn in totaal 7 items, dus ik vond het shoplog waardig genoeg. Als allereerst wil ik beginnen met een t-shirtje wat ik nu aan heb. Deze is van het merk American Today, als ik het goed heb. Het is echt een mega lang, zoals je kunt zien, een mega lang singlet. Even kijken. Ja, hij is van American Today. En hij heeft hier een heel mooi kanten boordje. En ook om de... om de bandjes heen. En achter loopt hij zo. En nu dat ik dit opneem, is het echt bloedje heet. Het is echt de week hiervoor, voordat jullie hem zien, zeg maar. Dus we hebben te maken met temperaturen van 34 graden. Ik kom eigenlijk heel veel kleding tekort. In die zin kleding tekort. Ik heb heel veel t-shirtjes, dat soort dingen. Maar heel weinig van die topjes en singlets en zo. En ja, dat vind ik nu met dit weer toch eigenlijk wel echt het allerfijnst om te dragen. Gewoon iets zonder mouwen, zo min mogelijk stof. En toen zag ik deze en ik wist gelijk dat ik hem hebben wilde. Deze kostte €4,95. Wat ik aardig aan de prijs vond, om eerlijk te bekennen, voor een topje of voor een singlet. Maar ja, ik wilde hem zo graag hebben. Ik kijk tegenwoordig ook niet meer naar de prijs. Ik heb gewoon zoiets van... Als ik er verliefd op ben en als mijn oog erop valt en als ik denk, wauw, dan koop ik het gewoon. En dan ga ik niet langer lopen dubben over de prijs, want ik wil het hebben, dus ja. Wat ik ook tegenkwam was deze broek. En het is een wat apartere broek, zoals je gelijk al ziet. Hij gaat met drukknopen dicht en heeft een klein ritsje hieronder. En wat ik er zo leuk aan vind, is dat hij gewoon heel erg zwierig is. Het is echt een beetje zo'n lekkere zwierige broek. Een beetje lekker spiritueel. Valt echt mega wijd. Je kunt bijna niet eens het verschil zien tussen of het nou een broek is of een rok als ik hem aan heb. Dat vond ik toch wel heel erg grappig. Hij is van het merk Didi. En ik heb hem in een maatje 36. Of althans, ik heb hem in een maatje 36. Hij was er in een maat 36. Want er was er maar één natuurlijk. En hij kost €11,95. Dus ook weer voor kringloopprijzen toch best wel wat prijziger. Maar ik vond hem gewoon zo leuk. En hij stond ook zo leuk dat ik dacht, I want it. Dit is de eerste set. De singles had ik al een beetje aan jullie laten zien. En dit is de broek. En ik vind hem echt fantastisch. Gewoon ook samen vind ik dit echt heel erg leuk staan. Zoals ik al zei, de broek is echt heel erg wijd. En ja, als ik bij wijze van spreken zo zou staan, zou het net een rok lijken. Ja, hij is echt gewoon, ik vind hem echt fantastisch. Hij zit heel erg lekker. En ik ben echt fan van dit soort broeken. Heerlijk, lekker wijd, zwierig. Love it. En voor nu is het iets te warm, maar ja, als het gewoon minder warm is, vind ik dit echt al heerlijk om aan te hebben. Echt heel blij mee. Waar ik vooral ook op zoek naar was, waren eigenlijk broeken. Gewoon wat high-waist broeken. Ik merk dat ik die toch echt het prettigst vind zitten. En ik vind het ook toch wel leuk om naveltruitjes te dragen. En oké, dit moet ik even een soort rectificeren, want... In de vorige video die jullie zagen... Oh nee, wacht, deze video komt trouwens later online. Want de vlog is online gekomen de week na de hitte. Dus deze video komt daarna weer. Oké, in ieder geval 2 weken geleden voor jullie dat ik deze video opnam. Die week daarvoor had ik een video met kleding opruimen. Dus mijn kledingkast opruimen. En daarin zei ik nog tegen jullie, ik wil me wat maturer gaan. Of maturer, dat is niet eens een woord volgens mij. Maar meer mature, dus meer volwassen gaan kleden. En ja, voor mijn gevoel hoorden daar niet echt naveltruitjes bij. Maar ik kom er gewoon heel erg achter dat ik naveltruitjes wel leuk vind, zeg maar. Of gewoon wat kortere topjes. Maar dan echt met een high-waisted broek. Dan vind ik het echt fantastisch staan.
Ook bij mezelf vind ik prima dat ik dat nog kan hebben. Maar ja, ik had dus niet echt high-waisted broeken. En daar zat het probleem gewoon. Dat ik gewoon heel vaak het combineerde met een gewone broek. En dan dacht ik, ja, dan heb je gewoon zo'n bloot stuk bij je buik. En dat vind ik dan weer niet zo mooi staan bij mezelf. Dus high-waisted jeans, daar was ik op zoek naar. Die heb ik 2 gevonden, waaronder deze. En deze zit gewoon echt lekker high-waisted. Echt gewoon over je navel heen. Love it. Daar was ik echt naar op zoek. Deze is van de H&M. En ik heb hem, even kijken, het is een maat 29. Wat te vergelijken is met een SM'tje ongeveer. En hij kostte €4,95. Dus ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. Wat ik ook nog tegenkwam was deze geweldige blouse. Jullie weten, als jullie mij langere tijd volgen en mijn kringloop shoplogs kijken, dat ik echt fan ben van blouses. En deze kon ik ook echt niet laten hangen, jongens. Kijk nou hoe leuk. Met ja, vogels erop, soort kolibrieën, vogels lijken het wel. Ja, ik vond hem gewoon echt fantastisch mooi. De stof is echt super lekker. Heel erg zacht. Het is geen zijde, maar zo voelt het wel een beetje aan. Hij is van het merk H&M en hij kostte €3,95. Dus hier ben ik ook echt mega blij mee. Oh, dit voelt zo fijn. Het slaat ik nergens op, maar... Dan hebben we de tweede outfit. Dat is deze... Met dus de high-waisted broek. Het is niet echt, ja, het is een beetje skinny, maar ook niet mega erg. Hij zit gewoon echt heel erg lekker. Met name hieronder zit hij niet zo strak, dus daar hou ik wel echt van. Dit is de blouse. Ik heb hem nou een beetje in de broek gedaan, maar hij kan ook echt prima over de broek heen. Staat misschien zelfs nog wel leuker. Ik ben echt fan van deze blouse, jongens. Ik vind hem zo leuk. Ja... Echt een lekker fleurig blouseje, heerlijk. En zoals ik al liet zien, komt hij gewoon best wel hoog de broek. Gewoon echt lekker, lekker hoog. Ja, net onder de navel. Ik dacht dat hij iets hoger kwam. Volgens mij is dat die andere. Maar in ieder geval lekker hoog en daar hou ik van. En de andere broek die ik ook kocht, was eigenlijk een beetje dezelfde, maar dan in een mooiere kleur. Ik hou echt meer van een lichte washing, zoals deze. Die kleur vind ik echt mooi, mooier vergeleken met deze. Deze is iets donkerder, iets, ja, heeft gewoon echt een andere kleur. En die heeft ook wat strepen, zeg maar. Het is gewoon echt een beetje een ander patroon. Ik hou echt meer van dit soort broeken. Deze vind ik ook echt fantastisch, mooi en lekker zitten. Dit is een emmetje, hij is van Only en hij komt ook echt lekker high-waisted tot je navel. Alleen merkte ik, hij zit heel raar, of althans heel raar, hij zit een beetje raar bij mijn kruis. Daar lijkt hij heel erg te trekken, wat heel raar is, want het is echt een mega stretchbroek. En dan komt dit stukje, zeg maar, wat je hier ziet, dit open gaatje, dat ziet er een beetje vreemd uit of zo. Ik weet het niet wat het is. Dus misschien dat ik dat nog ga dichtnaaien of zo. Ik kijk wel even, maar... En het leuke vond ik ook hieraan, dat die gewoon dus wat scheuren erin heeft. En daarnaast heeft hij gewoon van die leuke pijpen met een beetje zo'n... Ja, niet echt een kartelrandje, maar gewoon slordigere rand. En hij komt niet helemaal tot de enkel, zeg maar. Hij komt gewoon net iets hoger. Waardoor het super leuk staat om er een wat stoerdere schoen onder te doen. Dus een wat stoerdere sneaker of zo. Dus ja, hier was ik ook echt verliefd op. En deze is €8,95. Dan kocht ik nog een topje. En deze top vind ik dus echt super leuk staan op zo'n... high-waisted jeans. Dit is een wat kortere top. En ik ben dit keer dus ook echt gegaan voor setjes. Ik dacht, ik wil gewoon kijken wat ik bij elkaar kan vinden. En dan weet ik ook gelijk hoe het staat. En ja, ik kwam dus deze top tegen. En toen dacht ik, nou, daar wil ik gewoon een high-waisted broek bij. Om te kijken hoe het staat. En toen vond ik die. En toen dacht ik, nou, dat is gewoon een match.
Match made in heaven, bijna. Deze is 1,95 en is van Cheetah Original, heet het merk. En dit is de derde outfit. Ik vind hem echt heerlijk zomers. Of het was zomers, niet voor dit weer, want dan vind ik een lange broek echt veel te warm. Maar ja, ik vind het echt heel erg leuk. Dit vind ik wel echt raar, zoals ik al zei. Op de video ook, of net met de broek. Het gaat heel erg raar staan. Het gaat zo gapen of zo. Dus ik ga even kijken of ik daar misschien nog iets aan kan fixen. Iets aan kan doen. Maar verder vind ik hem echt heel erg leuk staan. En gewoon net iets, ja, niet zo'n heel lang model. Gewoon een wat korter modelletje. Maar wel lekker in de taille. En gewoon lekker tot aan de navel. Heerlijk. En dan als laatste alweer kocht ik nog een top, een single top. En dat is deze. Deze zag ik en toen dacht ik, oh, die is super leuk. Ik vond de kleur heel erg mooi. Ik vond dit hier heel erg mooi, zeg maar. Dus dat kanten een beetje. En toen dacht ik, oh, deze is echt heel leuk. Die ga ik meenemen. Ik had hem niet gepast. En ik dacht, nou ja, hij is in een maatje 36. Dus dat zal wel goed passen. Wel leuk staan ook. Die kleur die staat me over het algemeen ook wel goed. Hij was een 95 cent, dus een euro. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik neem hem gewoon mee. Maar nu dat ik hem heb, denk ik, ja, hij is wel een beetje te groot. Of althans, ik hou er meer van als topjes of singlets gewoon nauw aansluitend zitten. En deze, ja, heeft dat gewoon niet echt. Die is best wel breed. Maar alsnog vind ik hem best wel leuk staan. Ben ik er toch best wel een beetje verliefd op. Ook weer zo'n heerlijk... lekker stofje en ja, echt super. Vind ik echt heel erg fijn. Dus ook die kocht ik. En dit is met de top. Zoals ik al zei, hij valt wat wijder. Maar ja, in principe het is niet mega storend. Het kan prima. Met name met zo'n high-waisted broek eronder. Ja, het staat eigenlijk gewoon best wel leuk. Dus ja... Ook hier ben ik heel erg blij mee. Hij schijnt iets door zoals je ziet, maar ja, ik vind dat niet mega storend. Ik vind dit echt heel erg leuk. En achter is die gewoon normaal. Als ik zo de dikke krijg, het lepeltje. En ik vind het ook heel erg leuk dat hij van die spaghetti bandjes heeft. Van die lekkere dunne bandjes. Staat lekker sierlijk. Ja, echt heel leuk. En dat was de shopvlog alweer. Dat was alles wat ik gekocht had. Heerlijk weer wat items. Niet zozeer zomer items of zo, maar ja, daar kijk ik ook niet echt naar. Ik ga gewoon naar de kringloop. Dit keer ging ik erheen en dacht ik, weet je, ik heb eigenlijk niks nodig. Dat zul je altijd zien, hè. Dan heb je niks nodig, dan ga je erheen. Of je bent out of money, weet je wel, dan ga je erheen. En dan kom je de leukste dingen tegen. Nou, dat was dit keer ook. Als ik erheen ga met, ik wil wat dingen kopen of weet ik veel wat, dan kom ik bijna nooit iets tegen. En ga ik met het idee van, nou, ik zie wel of ik heb geen geld. Dan kom ik van alles tegen. En zo ook dit keer. Maar ja, ik ben er super blij mee. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laten we connecten met elkaar. En dan zie ik je natuurlijk heel graag weer volgende keer terug bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye!